daar zijn we weer. Ik sta nu in de moestuin. Ik heb vandaag een paar stukjes omgespit. Stel je niet te veel bij voor, ik heb echt een rotte rug. En ik heb echt een zeer been. Dus ik kan niet te veel van dat soort klusjes. Daarbij vind ik spitten over het algemeen nutteloos. Dat doet de natuur ook niet. Maar kijk, dit stukje. Dat is nu redelijk diep omgespit en de stenen eruit gehaald en dat soort dingen. Het voordeel daarvan is, dan kan ik er winterwortels gaan zaaien. Van de week heb ik hier al kapucijners gezaaid. Mooie reep. Dit soort pollen. Zie maar dat je het eruit krijgt. Ik weet niet wat het is. Maar wacht, dit is gewoon brandnetel. Oh, dat is gewoon brandnetel. Nou, een beetje brandnetel mag wel blijven staan, want dat gebruik ik ook. Prima te eten. En dit stukje. Maar moet je kijken, ik heb er wat stokken bij in de grond gezet om langs te groeien. Want wat ga ik daar zaaien? Ik zal even het zakje pakken. Dit ga ik er zaaien. Dat is Chinese yam. Yam. Dus, en die groeien uiteindelijk heel erg hoog en die krijgen hele lange witte wortels. En dat schijnt heel lekker te zijn. Roerbakken, zo uit het vuistje. En nog gezond ook. Dan heb ik over 3 jaar heb ik er oogst van. Moet niet al te snel gaan natuurlijk. Moet niet makkelijk worden blijkbaar. Dus hoe doen we dat dan? Ik zal eens even kijken of ik jullie neer kan zetten. Ergens veilig. Wacht, we pakken even een dingetje en een dangetje. En dan doen we flots of flots. Zien jullie nog wat? Stoor. Dat moet wel lukken zo, toch? Nou, dit ben ik in al mijn dikke glorie. Gloria, Gloria. Hé, hey, dat is geen kattenbak. Dus ik heb 5 van die groei... van die broedbolletjes heet het. Die gaan nu in de grond. In de diep goed losgemaakte grond. Zo, 1. Jongens, geen gedonde. Dan blijven de broedbolletjes af. Zo. Zo van die wortelkluiten. Ik ben er helemaal gek van. Ik weet niet waar het van is. Het stikt ervan. Sommige stukken moest ik echt gewoon diep graven om het eruit te krijgen. En sommige stukken is dat dan gewoon ook echt niet gelukt. En dat maakt niet uit. Het mag de pret niet drukken. En aangezien ik geen idee heb hoe diep ze gaan, denk ik, ze redden het wel. Dan heb ik er nog eentje over en ik doe het gewoon leuk. Zal ik het in het midden doen? Wel, nee, dat doe ik ook. Hier. Hoppakee. Zo. Ik heb een kat in me. Was je lekker aan het klimmen, Mop? Was je lekker aan het klimmen? Dus, nou, die zitten erin. We hopen dat de kippen er niet in komen, want dan ben ik waarschijnlijk mijn broedknolletjes kwijt. Vandaag eindeloos achter een kip, een krielkip. En die beesten die zijn zo snel en echt, die zijn watervlug en glad als een aal. Hier staat stengelsla. Geen idee wat ik daarvan moet verwachten. Dus ik heb er voorlopig 4 in de grond gezet, maar ik denk toch dat ik er nog een paar bij doe. Niet daar, op een ander plekje. Mijn moestuin wordt niet netjes. En alles in keurige rijtjes en bedjes. Ik maak hele kleine bedjes en veel door elkaar heen. Er zitten voordelen aan en vast ook wat nadelen. Maar voor mij is dat makkelijker te behappen dan met grote bedden en mooie rechte rijen. En weet ik wat allemaal. Vind ik ook helemaal niet leuk trouwens. Vind ik niet mooi, vind ik niet gezellig. Ik wil een lekkere rommelige moestuin. Kijk, en dan beginnen we heel georganiseerd. Maar ja, op z'n Daans georganiseerd, dat betekent dus dat het al voor de meeste mensen redelijk chaotisch is. Ik heb geen zaaiplan, ik heb geen plattegrondje, ik heb niks. Ik doe gewoon maar wat.
poespeert hem weer. Haal je dat? Maar goed, ik heb dus geen... Ik doe er niet meer aan. Ik schrijf het ook niet op. Ik prik er een bordje bij in de grond en that's it. Maar al die toestanden van een complete boekhouding bijhouden, moet je bij mij niet mee aankomen. Dat is geen succes. Dat lukt me niet. Ja, dat lukt me even. Of ik sta me op een gegeven moment helemaal blind op de hele boekhouding toestand van de moestuin en vergeet de moestuin. En de hele dagen onkruid trekken doe ik ook niet. De kippen hebben het hier al zo goed als ze kunnen. Onkruid vrijgemaakt en alle zaadjes en beestjes en weet ik wat allemaal uit de grond gepikt. Dus dit stuk dat was ooit... Oh, kijk, we hebben lekker een poepert in de tuin. Wee ja joh, alsof je geen kattenbak hebt. Alsof je geen kilometers veld daar hebt. Dat moet dan per se in de moestuin. En dan zitten mensen zich druk te maken. Ja, maar ik vind het vies, want er heeft een kat op gepiest of gepoept in de moestuin. En nou wil ik het niet meer eten. Ja, hoe denk je dat het bij de boer gaat dan? Ja, precies. Daar zitten ook de boerenkatten te poepen en te piezen tussen de frisse groenten in. Kwestie van wassen en je bent het kwijt. Kijk eens hoe netjes het begraaft. Het was vandaag ook raar weer. Het was zonnig en het was bewolkt. Het was best een lekkere temperatuur en toch voelde het een beetje fris. Het was raar. Want, ja, alsof er gewoon geen weer is. Het is het allemaal net niet. Het regende net niet. De zon scheen net niet echt. Het was net niet echt koud. Maar het was ook niet echt warm. Het was gewoon allemaal een beetje niks. Dus, van alles moet er nog de moestuin in. Echt, er gaat wat worden. Het moet gewoon lukken. Maar als het goed is, kan ik over 3 jaar in elk geval Chinese yam eten. En dan komen er van die mooie lange, ja, hoe moet je zeggen? Het is echt een groeiende klimplant, een slingerplant. En die lange slingers, er zitten mooie groene blaadjes aan. Die zijn ook nog eens eetbaar trouwens. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar dan groeien dan vanaf het derde jaar, groeien dan die kleine broedknolletjes. Groeien daar dan tik, 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 tik aan die lange slierten. Dus dan heb ik weer een heleboel broedbolletjes. Misschien maak ik er dan wel een heel oerwoud mee, helemaal achterin of zo. Dan kan ik het hele dorp voorzien van yams, Chinese yams. Dus. Oh. Ja, ik heb een klimhek gebouwd. En hier gooi ik elke dag een paar schepjes zand in. Niet te veel, want het is me gewoon te zwaar. En het hoeft toch nog niet vandaag of morgen vol te zijn. Oh, die stopt die hand alweer op 6:30, want er is ook weer een kat in geklommen natuurlijk. Wat ik zo leuk vind. Vorig jaar heb ik van Nelly Veenstra, heb ik Egyptische uitjes gekregen. En had ik er een paar hier neergezet. En hier stonden er 3, geloof ik. Volgens mij stonden er hier 3. En dat zijn er nu dus 5. Er staat een hekje bij en stokjes omheen. Want, oh jee. Als de kippen kwamen voorheen in de moestuin, ja, dan sneuvelde er wel eens wat. Kijk, daar staat er ook een. En daar staat, zie je, daar staat ook nog wat. Maar er is alweer een van de klerenbeest bezig geweest, zie ik. Ah, pot vol bloemen. Ja, die ook. Ja, maar ze komen nog wel op. Oh, er komen nog meer op. Daar ook. Die, daar. Nice. Dat is wel zo prettig. Oh. Moet ik dat spulletje goed doen. Zo. Ja, die kooi die kan ik vandaag of morgen ook wel eens een keertje afbreken. Want die was er om de uitjes te beschermen tegen de kippen. Maar nu heb ik een deurtje. Alleen de pest is, er moet hier nog wat tussen. Want hier
En dus die kloterige, watervlugge krielkippen, die worstelt zich er met veel gegil doorheen. Ja, en dan... ik heb nog wat. Ja, het is niks dat er een kip zit te broeden hoor, dat is hartstikke leuk. Maar ik had vandaag maar 2 eitjes in plaats van 12. Gisteren ook al. En daar word ik dan weer niet echt blij van. Ja, dan denk je van waar blijven die eieren? Nou, overal gezocht of ze een nieuwe broedplek hebben of zo. Niks gevonden. Totdat ik op een gegeven moment weer een van die krieltjes, niet de hoentjes, de krieltjes. Echt die beesten. Kijk, dit is de tuin naar de buren. En wat ligt daar? 1 ei van mij. Gewoon, zo. Als er kippengaas er niet stond, dan kon ik erbij. Maar ik heb er zelf kippengaas gemaakt, want anders gingen alle kippen. Die wurmen zich gewoon echt hier tussendoor. Dit stukje. Met grof geweld en veel gegil worstelen ze zich er doorheen. En dan stonden ze allemaal daar, stonden ze de boel schoon te krabben. Ik denk, ja, hou even. En mijn tuin dan? Dus daar kippengaas gespannen. Ook weer een rip uit mijn lijf. Is niet erg. Maar die pokkenkrieltjes, die gaat dus gewoon op dat randje staan waar Floyd nu staat. Begint dan wild te fladderen en loopt dan zo ongeveer, fladder fladder, recht omhoog. En springt de tuin in. En komt dan weer een stuk makkelijker terug, want die tuin ligt een halve meter hoger. Maar daar word je echt lichtelijk wanhopig van. Maar ik geloof niet dat een van de dieren zich daar wat van aantrekt. Dat ik ergens wanhopig van word. Maar dan nog vind ik dus maar 1 kriel eitje per dag nu. Maar waar blijven die anderen dan? Oké, 1 legt er daar. En die anderen dan? Ik heb geen flauw idee. Echt geen flauw idee. En waar legt de rest van de kippen hun eitjes? Ik heb er 2 uit het nachthok gehaald. Maar ik vermoed ondertussen dat deze madame hier gewoon op een heleboel eitjes zit. En dan hoop ik echt dat ze allemaal bevrucht zijn en gewoon allemaal uitkomen. Vorig jaar hebben allebei de hoentjes vreselijk hun best gedaan. Maar geen kuikentje tevoorschijn getoverd. Er is geen eien uitgekomen. Dus houd het er maar op dat een oefenjaar was. En dit jaar krijg ik kuikentjes. Ik wil het. Ik heb het nodig. Die haan is ubergeil. Dus als die niet steriel is, dan zou het moeten lukken. Hij bespringt echt 's morgens zodra ik het hok open doe. Nou, dat hebben jullie laatst gezien, geloof ik. Moet je even kijken bij mijn andere filmpjes. Dat hij echt bespringt als een malloot, bespringt hij alles. Het is echt rape paradise in plaats van de peace paradise hier. Echt hoe die kippen dat doen, jongen. Kon geen liefde aan te pas. En dan komen er allemaal van die geluiden uit dat je denkt, daar kan Jurassic Park nog een puntje aan zuigen. Ja. Ik ben al zo blij. Even kijken of er hier ergens eitjes liggen. Liggen er hier eitjes, Lily? Ga eens eitjes zoeken. Doe maar nuttig. Nee, niet mij tackelen. Dat is niet nuttig. Ah, sodemiet erop. Niet op mijn hielen lopen. Ik breek bijna mijn nek, mafklapper. Nee, ik zie geen eitjes. Ja, pindakaas, kijk. Dit is mijn raam. Met 1 zonnepaneeltje. Staat binnen. Dus ik bang dat het kapot gaat. Misschien ben ik er dan weer te zuinig op. Dat kan ook. Die moet ik binnenkort even bijvullen. Want mijn kraan doet het weer. En kijk, de gooiebes. Gooiebes. Die zijn lekker, joh. Als je die moet plukken, dat je denkt van, nou, dan ga ik lekker gooiebessen jam maken. Maar er belandt niks in je mandje, want je snoept ze eigenlijk allemaal op. Heel irritant. Te lekker.
Dan kunnen we nog even hier kijken. Beton vandaag ook, of de tijl vandaag schoongemaakt. En de hosta. De hosta undulata staat in een emmer. Ik wilde hem wel in de volle grond hebben, maar ja, kippen. En hier een wisteria. Hier, volgens mij heb ik hier osage, osage. Nou ja, een of andere boomsoort heb ik hier volgens mij. Maar dat bordje is natuurlijk weer kwijtgeraakt. Heel logisch. Hazelnoot. Papa. Ik weet niet of je hem hoorde door de auto. Papa, maar ik geloof niet dat dat gras het is. Maar dat weet ik niet zeker, dus we wachten maar even. Daslook. Lavas. Hier nog een restje boerenkool, maar dat wil niet meer natuurlijk. Hier, hazelnoot. Maar kijk eens jongens. Mijn hazelnootje loopt uit. Ik zet hem even hier erbij, want daar wordt je om de een of andere duistere reden steeds uitgegraven. Daar hou ik niet van. Zo. Stop ik hem hier. Elke dag stop ik hem er weer onder. En opeens ligt hij er weer boven. Dan krijgen we hem ook. Oh, dit is de kiwi. Dit is de hazelnoot. Kijk of er nog meer zijn uitgelopen daarin. Nee. Hier is er eentje. Hier is die uitgelopen. Nope. Nou mag hij nog even terug. Hier nog eentje. Is die dan uitgelopen? Zo waar. Het lijkt dat daar ook iets mee gebeurt. Goed, proppen we die er ook even hierbij. Natuurlijk weer geen idee hoeveel ik er hier had ingepropt. Eind van het jaar, vorig jaar. Aan te zitten. Ja, niet slecht. Kiwibes, framboos, if ever. Nog meer lavas. Gewoon een grote kiwi. Dat zou leuk zijn. Doe ik dan helemaal achter in de tuin. Dan zo'n leuk een kiwi-oerwoud daar. Trouwens, deze, die hosta, dat is wel cool. Dat herkent niemand als zijnde eetbaar. Denkt iedereen van, ja, dat is alleen maar een plant om leuk naar te kijken. Maar in Japan eet men hosta-scheuten. Dus als er op een gegeven moment van die mooie puntjes zo naar boven komen, dan snijden ze onder de grond snijden ze af. En die kun je dan eventjes zo even roerbakken of even kort blancheren. En dat schijnt lekker te zijn. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, even denken. Nog wat te melden. Maar was hem wel. Ik wens jullie alvast een hele fijne avond. Zometeen lekker eten. Ik denk dat ik een kliekje van gisteren even opwarm. En dan zien we elkaar morgen wel weer. Ik heb slecht geslapen vannacht. Ik werd iedere keer wakker. Ik weet niet waarom. Maar nu ben ik gewoon een beetje moe. Dus, kijk, dan staan ze allemaal bij dat oude hondje. Die vindt het allemaal prima, die ligt te slapen. Dus, vergeet niet je te abonneren. Word er echt blij van. Kost je niks. En kijk ook even bij mijn andere filmpjes. Dan leef je een beetje mee. Ik probeer je elke dag gewoon eventjes aan de hand mee te nemen door mijn tuin. Oh, kijk. Is dat een pan in de week? Er wordt afgewassen hier. Ik haat afwassen. Hele fijne avond. Doei doei.